Huister die met oren, ja die ronken zo fijn. Huister die met oren, ja die ronken zo fijn. Bombe, bombe, bombe op Engeland. Ahoy. Ik zei nogmaals, het was voor mij toen de mooiste tijd van mijn leven. Ik kreeg alles. Ik had er nooit van te leven een nieuwe fiets gekregen. En ik kreeg van de Duitsers een gloednieuwe, metallieke blauwe fiets. Prachtige fiets. Ja, nou, dat hadden we toch niet in de gaten. De Duitsers vonden dat helemaal niet erg. Dat kinderen bij hun kwamen. En zeker ik niet. Ik kon overal gewoon binnenlopen. En als ik dan iets zag wat ik dus fijn vond of lekker vond, en ik zei dat, dan kreeg ik het. En in de buurt bij ons, daar zit er niemand. Je moet er niet alleen maar in Duitsers zijn. En je kunt saboteren wat je dat doen. Ten eerste was ik daar te jong voor. En de tweede, misdroegen die Duitsers zich niet zodanig dat ik dus zou ageren of vijandelijk zou zijn. Dat deden ze niet. Ze deden altijd vriendelijk en toegefelijk. Dus had ik geen enkele reden om mij vijandelijk op te stellen. Niemand had de last van een Duitser. Niemand. Dat ging gewoon gemoedelijk om. Mensen werden gewoon goed behandeld in de winkel, net als wij. Nou, waar zullen dan dus... Ik stelde me vroeger of thuis op als bij de Duitsers. Ik had er alleen maar voordeel van. Wij hadden niet zo'n prettige jeugd. Met al wat je dus op kunt doen, wat je fijn vond. Maar als je dat op wilt zoeken bij een ander, in plaats van thuis, dan klopt er iets niet terug. Je vindt het toch niet normaal als een vader probeert om mijn oudste broer met een hakbijl de nek in te slaan? Dat is niet normaal, hè? Dat heb ik meegemaakt. Ik ging bij mijn vader aan zijn nek. En hij probeerde met bijl mijn oudste broer in de nek te slaan. En ik hing aan zijn nek om hem tegen te houden. Dan weet ik wel wat er aan speelde. Het is een vlucht. Je vlucht ergens naartoe. En wat het dan is, kan niet zijn, kan niet schelen. Maar als je daar dan een je prettig voelt, dan blijft het daar. Dat was zo gewoon. Ik voelde me wel weer Duits prettig, want ik werd gewaardeerd.